Bij mij zit een gigant van de Belgische jazz. Ik moet eigenlijk zeggen van de Europese jazz. En misschien moet ik gewoon zeggen een gigant van de jazz tout court. Dat is Etienne Verschuren. Etienne, goedenavond. Goedenavond. Ronsenaar. Ja, geboren Ronsenaar. Getogen. Ja. En dan verdwenen. En dan verdwenen en terug naar Ronsen. Nou, 38 jaar, denk ik. Ongeveer 38 jaar ben ik terug Ronsenaar geworden. Terug thuis, zoals ze zeggen. Stad van mijn dromen. Ja? Ja. Dat is mooi. Jij bent in de jazz terechtgekomen, Etienne. Maar het had misschien anders kunnen verlopen, want eigenlijk ben jij begonnen op accordeon. Hè? Ik ben begonnen op accordeon, ja. Mijn eerste liedje op accordeon was aan mijn 3-jarige leeftijd. En dat heette Vie van Bomma. En daarna heb ik een grotere accordeon gekregen aan mijn 6 jaar. En aan mijn 9 jaar, toen kon ik nog eindelijk nog geen muziek lezen. En daar was ik al uitgenodigd geweest in Radio Kortrijk. In de middaguren met mijn vader voor een half uur accordeon te spelen. En dan heb ik beginnen muziek studeren bij professor Delmotte. En een accordeon is verder gegaan. En door de academie heb ik moeten veranderen van instrument, omdat een accordeon niet aangenomen was in de conservatorium. Ja. En mijn moeder had graag dat ik piano studeerde. Dan heb ik beginnen piano studeren ook, maar altijd voor het accordeon gespeeld in onze café hier in de Kruisstraat. En dan, na de oorlog, is er de eerste accordeonschool gesticht geweest in Ronsen. En dat is dankzij professor Ephrem Delmotte en met de hulp van burgemeester Soudan. Ja. En ik was de eerste professor. Dan was ik 15 jaar. En dan heb ik ook chef geweest van de accordeonisten, steeds over. En dan mijn studies verder gegaan. En dan ben ik moeten natuurlijk kinderconservatorium geweest. Ja, maar dat, conservatorium. Ja. Ik heb gelezen is dat jij op het conservatorium bent moeten stoppen omdat je in de jazz bezig was. Dat men dat niet zo graag zag en hoorde. Is dat zo? Ja, dat is heel juist. Zij noemden dat een revolutionair. En 3 maanden voor mijn eindexamen was het natuurlijk gedaan. Maar ik heb er geen spijt van. Het is misschien een geluk geweest. Het is niet altijd met een diploma in je zakken dat je muziek kent. En muziek wordt niet zo geleerd. Of je hebt het of je hebt het niet. Grote tijd van je carrière, Etienne, heb jij doorgebracht met het BRT Jazz Orkest. Ja. Goede tijden, minder goede tijden. Ik heb hier goede tijden gehad, maar ik ben begonnen in 1965 met het Radio Dansorkest. Dan heb ik daar de plaats overgenomen van Francis B. En in 1965 had ik het Groot Orkest. En dan is dat verminderd op 10 man. En door de BRT Jazz Orkest, die benoeming, is gebeurd door Elias Gisteling. Die was dus de producer van de Jazz van Terre programma. En dan is dat dankzij hem ook met veel Amerikaanse solisten hebben de kans gehad om de Middelheim festivals mee te maken. Wij hebben de eerste gedaan met Freddy, met Kleskowski, die hier deze avond zijn. De eerste televisie gedaan, dat was toen met directeur-generaal van de Bussen en met minister van Cultuur van Mechelen. En we spelen op die kiosk en begon allemaal een keer te regen. En in de pauze is de directeur bij ons gekomen en zegt: jongens, je zult verzekers wel dust hebben. Laat ons maar een flesje bols drinken. En dat was het begin van Middelheim, dat was het eerste jaar. Ondertussen, Etienne, is het jazzorkest verdwenen. Ik neem aan dat jij dat erg betreurd hebt en waarschijnlijk nog altijd doet. Ik betreur dat nog altijd, ja. Het is spijtig dat ik op 56e leeftijd die ziekte gekregen heb van die oorzuiging. Door de muziek en door het lawaai. Maar ik heb alleen maar spijt voor mijn jazzmannen dat ik geëngageerd heb, die er ongelukkig door mijn geval de plaats verloren hebben. En dat zijn de beste solisten, de 5 beste solisten
Dat verloren. Maar als je nu spreekt over jazz, ik ben dus nog een van de generatie van de oude jazzmannen. Voor mij is dat verzwakt, veel verzwakt. Dat komt ook doordat de BRT meer dan een administratieve zaak is en geen culturele zaak niet meer. Misschien ontbreken wij dan een keer in de ogenniveau een De Benedetti. Wij gaan daar, ja, wie weet. Maar wij gaan daar vanavond alleszins iets aan doen. Wij gaan een nummer spelen van Roland Cardon, maar ja, twee nummers van jou ook. Ja. Eén, Gebed voor Sint Hermes. Dat komt in de suite van de Viertel. Ja. Ah ja. Ja. Sint Hermes, de kerk. Ja, de kerk, ja. En dan ook nog Louis. Louis, ja. Dat is in de jaren 60, dat ik gemaakt heb speciaal voor die negerzangeressen. Ik heb een naam. Ford? Cecilie Ford. Ford, ja. Ja, Cecilie Ford. Ja. Ja. Jij hebt ook bij het BRT-combo nog een aantal solisten hier vanavond. De familie Ploem. De familie Ploem, dat is iets speciaals. Maar eerst moet ik spreken over de pianist, want de pianist was mijn eerste leerling op accordeon. En dat was ook de eerste leerling in accordeonscholen. En de familie Ploem, ik heb ook mijn eerste orkestje gehad, dat was ik nog heel jong ook, tijdens de oorlog, met zijn broer, zijn onkel van Serge en de broer van José Ploem, de trompetist Leo. Maar, wat dat ik nu moet zeggen, spijtig genoeg, als ik gezegd heb van die vijf mensen die dus er niet meer zijn, de echte jazzman, ik vind dat Serge Ploem de toekomstige eerste goede trompet in ieder geval, en als solist ook, die had kunnen volgens mij mijn eerste trompet vervangen in Moarné. Dat was de man dus die geschikt was voor dat te doen. Spijtig genoeg zijn de regels allemaal veranderd. Oké, we gaan er samen naar luisteren, Etienne, naar die muziek. Naar die plezier. Prachtige muzikanten, het zal je plezier doen. Dames en heren, dank het u. BRT-combo en die pianist waar hij het over had is Tony Bouts.
I know that when he leaves me, I'm not a wink away. Just not a wink away. Thank you.